Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vakantie. Geen stage, geen werk deze week, alleen zaterdag. Dus ik ga alleen maar leuke dingen doen, tenminste dat is te hopen. En vandaag ga ik met mijn moeder naar de stad. En daar ga ik haar even trakteren op lunch, want dat is min of meer een soort traditie dat ik dat even doe voor haar in de vakantie. Dus dat gaan we doen. En ze moet nog even foundation halen bij de IC Paris. Dus dat is de planning voor vandaag. En het is heel vies weer buiten. Dus het volgende shot zal vast iets minder fabulous uitzien. Terwijl ik er nu ook niet uitzie. Maar dat maakt niet uit. Oké, dit is echt een rommelige kast met mijn onesie hier. Maar in ieder geval, dit is de outfit die ik aan heb vandaag. Deze trui komt van de Shubi. En die heeft hier van die soort dingetjes. En ik zit super lekker. En dan heb ik gewoon een normale broek aan. En daaronder doe ik denk ik gimpen. Maar ik weet het niet zeker. Dus dat is de outfit. En ik ga zo naar buiten in de regen. En ik heb echt geen zin in regen. Maar goed. Het is niet anders. Wie is dat, Leef? Het is zuster. Hij is schat. Kijk dan hoe blij. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb gisteren oorbelletjes gekregen van mijn moeder in de stad. En die moet nu in. Daar ben ik helemaal blij mee. En ik ging iets vertellen, maar dat ben ik even vergeten. Oh ja, ik ben nu onderweg naar het dorp om daar boodschappen te doen voor de hele week. En ja, dat ga ik even doen. Mijn moeder, niet heel interessant. En daarna moet ik waarschijnlijk aan mijn stageverslag. Heb ik helemaal geen zin in. En verder weet ik niet. Ik heb ook een nieuwe trui aan. Zo, dit is echt een random stukje. Maar oké, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval boodschappen doen. En daarna zien we wel weer verder. En moet ik even aan het denken. Boodschappen doen, Leef. Wat had jij nou net gepakt? Kom eens even hier. Van wie is dat? Kom eens. Van wie is dat? Nou, niet van Levi. Hij zag dit vallen en toen dacht hij, hier ga ik mee wegrennen. Nou, moet je er eentje dan? Zachtjes. Nog even een inie mini action shop log. Namelijk, ik nam deze witte metalen table mirror mee in de kleur zwart. Dus dat is deze kleur. En daar ben ik heel erg blij mee. Hij is super zwaar, dus die ga ik zo in elkaar zetten. En ik kocht nog zo'n documentmapje voor mijn stageverslag. Want dan moet ik allemaal bewijsmiddelen voor verzamelen. En dat ligt dan overal nergens door dat kantoor. Dus ik dacht, laat ik een mapje aanschaffen, dat is handig. Dus die nam ik mee en dadelijk ga ik een video opnemen. En dat was de dag alweer van vandaag, denk ik. Nou, goedemiddag. Het is vandaag woensdag. En ik heb vanochtend geholpen met het huis, want mijn ouders zijn de boel aan het schilderen. Daarom is Levi ook in mijn kamer. En die zit de hele tijd, wat ik nu eens aan het doen ben, herrie te maken tijdens de video die ik aan het opnemen ben. Dus dat is echt heel vervelend, maar goed, hij verveelt zich. Dus dat. En die video is nu een soort van klaar, dus ik moet nu even mijn kamer weer een beetje herorganiseren. En dan ga ik hem bewerken en dan ga ik aan mijn stageverslag. En verder weet ik nog niet zo goed wat ik vandaag ga doen. Een hele statief ging naar beneden. Maar oké, dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Even rustig aan gewoon. Ik ben echt zo moe, echt niet normaal. En morgen heb ik natuurlijk een dag stage dan. En overmorgen zie ik, als het goed is, een vriendinnetje van mij. En dan gaan we even lunchen, dus daar heb ik ook wel zin in. Ik kijk vlogs en Levi is moe. En Pieter, ik ben zo blij dat mijn haar gewoon er leuk uit. Hallo, knappie. Want ik vond het ook wel grappig. Kijk dan hoe knap. Zo schattig. Maar nu ik dit gewoon heb, denk ik, oh, nu kan ik gewoon voortaan alles lastig van die pony. Lekker zo door het leven. Tot mijn haar ooit lang genoeg is. En hier is Bonnie. Wanneer zou dat gebeuren? Ik denk dus Leef, ga je nog de andere kant op kijken? Want ik ben begonnen half december. Vanaf half december heb ik een pony. Goedenavond. Ik open de vlog weer op een heel charmant moment als ik uit bad kom. Echt lelijk, maar oké, dat maakt niet uit. In ieder geval, ik heb vandaag niet veel meer gedaan als dat ik naar stage ben geweest en
heb geholpen met verven en opruimen en alles. En ik weet van mijn moeder dat ze het niet echt heel fijn vindt als ik het huis film op het moment dat het er niet uitziet zoals zij het graag wil. Mijn moeder is altijd heel netjes en wil haar huis altijd gewoon mooi in beeld hebben. Dus nou, dat begrijp ik heel goed. Zij kiest er ook niet voor om dat op internet te zetten. Dus ik heb niet gefilmd en ik ga nu slapen. Dus slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen. Wow, overbelicht. Oké, dat is beter. Goedemorgen. Ik ga nu, staat het punt eigenlijk om weg te gaan. Ik ga naar een vriendinnetje toe, of tenminste, we spreken af in het dorp. En dan gaan we even lunchen. En daarna gaat zij de bril ophalen, dus het zal niet heel lang duren, denk ik. Maar dat is gewoon even gezellig. Alleen ik zag net, mijn make-up is redelijk goed gelukt, maar het regent. Dus ik ben benieuwd hoe ik er dadelijk uitzie. Maar goed, dat ga ik dus doen. En verder weet ik nog niet echt wat ik ga doen vandaag. Niet heel veel, denk ik. Oké, we hebben lunch en ik heb echt een veel te groot broodje en chocomel. En Tess heeft een tosti baguette. Woehoe, eet smakelijk. Dit is wat ik nog gekocht. Een mascara van Catrice. Een nieuwe blush van Essence. Een instant matte. Hoe noem je dat ook alweer? Fixing spray, setting spray en snoepjes. Dus, hele boeiende shoplog. Vlog vol eten vandaag, maar in ieder geval, wij eten Grieks en daar heb ik echt trek in, zo lekker. Ik heb mega veel last van mijn schouders door mijn werk, dus daarom ook dit. Mijn vader heeft een van de warmtesalf of zo erop gedaan en dan zal het zo wat minder worden. Maar, ik mocht eerder weg bij mijn werk en ik had, was dat gisteren? Volgens mij wel. Had ik wat dingetjes gekocht bij Essence en ik ging eigenlijk voor één ding wat ik vervolgens was vergeten. Dus dat heb ik nu. En dat is deze, wie ziet het helemaal niet, cushion eyeliner van Essence. En ik zag dat Vera daar echt super tevreden over was. En Lotte van Lotte Last Beauty ook. Dus toen dacht ik van, nou ja, laat ik het maar proberen. Dit blijkt dus echt gewoon eeuw te blijven zitten. En dat is wat een mens nodig heeft. Dus dat ga ik nu even uitproberen. En als het eruit ziet, laat ik het zien. Ziet het er niet uit, dan weten jullie dat het niet waard was om in beeld te laten zien. Dus ja, dat. Oké, charmant einde van de weekvlog. Ik als panda. Maar in ieder geval, de week is al afgelopen en het is vandaag weer maandag. Dus de weekvlog van volgende week loopt één dag achter. Omdat ik de weekvlog helemaal af ben vergeten te sluiten. Dus ja, dat was mijn week. Ik hoop weer dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot vandaag, morgen, volgende week. Doeg!